Het meningencircus van HLF 8 heeft steeds meer vaste gezichten en Fred Teven is daar één van. Hij zat vorige week ook aan tafel in de talkshow, toen Sam Hagens het gesprek leidde en er net een windturbine was afgebroken in de polder. Het zoveelste bewijs om maar gewoon te investeren in kernenergie, noemde Fred dat tussen neus en lippen door. Als Sam vervolgens glimlachend opmerkt dat Fred zijn politieke puntje weer heeft gemaakt, kijkt Fred om onduidelijke redenen heel erg geïrriteerd. Hij heeft duidelijk niet zoveel chemie met de nieuwe presentator van HLF. Achter de schermen blijkt Fred zijn ongenoegen over Sam te hebben uitgesproken, want daar werd hij gisteravond mee geconfronteerd door de andere presentator van het programma, Helene Hendricks. Je moest afgelopen week ook incasseren. Toen zat je bij Sam en je vond Sam een beetje bij de hand. Fred ongemakkelijk, nee, ik vond hem niet bij de hand, maar ik maakte een half politieke opmerking en toen zei hij zoiets van ehaha, ja, je politieke puntje is weer gemaakt, yo. Dan heb je de neiging om erop te reageren, maar dat doe je dan gewoon niet, hè? Zeker niet als je nog maar een half uurtje in de hele uitzending, Helene, je was gewoon een beetje meelevend? Fred, ja, ik denk dat dat ook gepast was. Hij doelt erop dat het Sams debuutweek was, waarin hij ook nog eens geplaagd werd door een technische storing. Het was een bijzonder. Heeft Fred nog meer slechte ervaringen met de media? Ik heb wel eens spijt gehad van een interview. In 2002 kwamen ze me interviewen voor de Veronica Gids en de fotograaf had me zo neergezet dat uit allebei mijn oor, niet leuk, aldus Fred. Ik zat echt zo te kijken van, moet dit allemaal? Ja, dat is niet de manier om kiezers te winnen in een... We'll be right back.